televidente hoy tenemos programa aquí Corso, aquí Corso te reemplaza aquí Buneiro. Me te conversa con una persona que te hubo conocí na Corso. Y el tópico está interesante, te cuento el cocinamiento que me quiere, vale la pena para nos televidente na sigue programa que ya cerca para mira, escucha que cupor con nos propio producto na mi invitado está Helmi Smulders, está conocido como Caribbean Chef, está conocido en Corso, tiene un vista arriba por Facebook, arriba por media social, Helmi, está un honor para ti, un de buen calibre de nuestro programa, un honor para especializar en nuestro producto de Buneiro. Vamos de nuestro programa. Gracias, es un placer. Sí, bueno, Purba, un plato di poco di passà, na Sorbonne Beach Resort. Ho visto interessante. Un certo momento non si topa con mata con un tema banani reef, con pescatore che chiama camera di pescatore, che mi ha proposto per usare. Però bambec, na bumes, che mi ha non è banase, chi che va a studiare, come nibo avi den eramo qui. Alto, mi nome è Helmi Smulders. Met de chef naar Corso, met de Bibi naar Corso, Bintendos Anja, Kaba. En ik ben opgegroeid in Hollanda. Wat is je daar in Hollanda wat te binnen? Een differente lugar. Pero ma studia naar Leiden. En promet de Bibi naar Corso, maar Bibi naar Amsterdam. Dos of tres Anja. E sabe, eu sabia que você estudia para jurista, para a gente ter cucina. Um cambio bem grande. Sim, sí, bem grande. Sim, sí, mas estudia rechten. E para uma aia na Corso, uma outra maneira de jurista. Aia, mas não estava a minha paixão. Eu também tenho uma paixão para cucina. Então, depois de um par de aia, eu comecei a meu próprio negócio de catering. E agora aqui me está cucinando 17 anos. Eu combinei, anche me te quero ver chiquito, vou estar interessado em cucinamento, para que eu toque, vou estar escolher para birra ou para estudar a lei. Estranho, comigo. Já, está estranho. Não, não, leu ver outro, se você botar um químico, por exemplo, que eu trago ingrediente que custa, me pode ver o ar, que vou estar a interesse para. Para trazer bebida, por exemplo, ou turista. Sim, sí, mas agora eu tenho 17, 18 anos, eu tenho muito jovem. E eu não sei o que eu quero fazer agora eu tenho grande. Então, eu tenho que ir para o hotel, mas eu não faço. E eu não tenho que sair, mas eu comecei com... Rechten. Se sentimos cómodo ahora que busqué papel holandés, papier, que busqué expresamos mejor en idioma holandés del país, no no worry. Con tu juventud, tu infancia en Holanda, con va experiencia, bo infancia, juventud, ¿duche tiempo? Sí, te termina mis estudios, te meto a hobby, leuk, divertido y makkelijk. En después de, even in het Nederlands, na mijn afstuderen ben ik naar Guatemala gegaan om Spaans te leren. En ik ben 4 maanden daar gebleven. Toen kwam ik terug in Nederland en toen was iedereen druk met carrières, auto's, volgeplande agenda's. En toen dacht ik, dat is niet voor mij, het is niet het leven wat ik wil leiden, het moet meer uithalen zijn. Maar ik kon naar Guatemala, Spanje. Caminho da espanhol a originar, eu disse pegar com Holanda, vou também escolher para sim, a espanhol, tem na Guatemala. Então, o país está fascinado? Sim, e também tem uma amiga que eu vou lá, e eu disse que está o bem leuk, Anton, eu penso. Was het ook leuk? Avontuur, ja, heel erg leuk, ja, ook leuk. Anton, e sei a cambia um tiki minha vida, eu penso. Placa e carriera nota e coscuta. Mais importante. Mais importante, sim. Sì. É mais no vida do que o dinheiro e
de gebaande paden volgen. In Nederland is je leven heel erg gepland. Je weet eigenlijk precies wat je gaat doen. Dus iedereen volgt hetzelfde pad. Maar ik volg een beetje andere pad. Ons papje die Guatemala, als wij of Guatemala hebben, de, ja, bijna niemand op deze eilanden hebben informatie ja, wat die land echt inhoudt. Guatemala, we weten over Colombia, Venezuela, Santo Domingo, maar Guatemala, wat is er apart aan Guatemala? Ja, het is een prachtig land. Het, is, het heeft heel veel nog koloniale historie qua gebouwen, zeg maar. Dus je hebt hele mooie, een beetje Spaanse-achtige stadjes. Je hebt mooie vulkanen, je hebt heel veel Maya-tempels nog, oude Maya-tempels. En ja, het is prachtig, heel ongerept eigenlijk. Het is niet echt toeristisch. Tenminste, toen, dat was lang geleden inmiddels, hè, dat ik er was, 20 jaar geleden, denk ik. Het is niet lang eens, 25 jaar geleden. Dus ja, het was heel ongerept en echt, ja, mooi. Maar dat roept ook beelden op van guerrilla en zo daar in het gebied. Ja, dat revoluties. Was in die tijd nog, was dat net een beetje op zijn einde. Dus het was niet heel veilig om naartoe te gaan. Niet de meest veilige keus. Maar ik zit er nog. Ben je later wel teruggegaan? Nee, ik zou wel graag weer een keer willen, maar ik ben niet teruggegaan. Nee, nog niet. Ik ben weer andere plekken gaan ontdekken. Ja, bijvoorbeeld Curaçao. Of daarvoor ook nog andere plekken waar je hebt gewoond? Of? Voordat ik naar Curaçao ging, toen ik was afgestudeerd en terugkwam in Nederland, ben ik heb internationaal recht gestudeerd. En ik dacht altijd, ik ga werken voor de EU of de NAVO. En toen kwam ik terug en dacht, nee, ik ga niet in zo'n stoffige, als ik dat mag zeggen, organisatie zitten. Toen ben ik gaan vliegen, dus ben ik 2 jaar stewardess geweest. Bij de KLM? Bij Martinair. Okay. Dat stond toen nog. Dus toen heb ik de hele wereld overgevlogen. En toen na 2 jaar dacht ik, nou misschien toch wat met mijn studie gaan doen. En ik wilde dus graag weg uit Nederland. Dus toen ben ik een baan gaan zoeken als jurist in het buitenland. Ja, als je met KLM of Martin Air vliegt, dan blijf je ook overnachten op bepaalde landen en zo. Het is een país que atrajevo, que me gusta más tanto, de mi carrera como ciudadés. Sí, me voy a vivir en México. Tamen naar Miami, Dominicaanse Republiek, Augusto Hopitame. Ja, ik ben nooit meer bij naar Curaçao, Bonaire, pero no se pasa. Y me acuerdo que me iba a Isla Nanga, maar pienso, me que viva allá. Estranho, no? Ja. En toen daar wil ik bij naar Curaçao. O que hay que vivir en Curaçao? Que hay más o menos? 98. En toen als jurist ben je gaan werken. En voor een advocatenkantoor of voor OM of zo? In de financiële dienstverlening, in de offshore business. Ja. Y después me voy en cocina. Sí. Después de 5 años, me estaba seguro que el job de jurista no estaba para mí. Y me comencé a. Y estaba junto con una amiga, estaba fiscalista y también no te gusta mucho su trabajo. Entonces, nos estaba hablando mucho tiempo, que nos estaba haciendo. Entonces, estaba muy fácil, sa que como no que, pero para sa que como que, es más difícil. Entonces, nos papi hobby, una noche, nos haría dinner junto y nos zeg je dat? Gedronken? Ja, zo BB. BB, een tige die vinha. En después die tres botten die vinha. En dan zeggen mensen, dat is erbij. Kom eens aan, een negotie die catering. Het is gewoon een goed idee, hè? Dus de wijn. De wijn die wekt je fantasieën en zo op. Ja. En toen moest je al die zin die bij kom eens aan een restaurant. Nou, een catering. Een catering. Sí. Dus, maar kom eens aan die mi cocina, naar mi casa. Op chiqui en ma comienza cu cocina pa dinner parties pa 10 handen, 20 handen. Hele subi, tiki, uit de hand gelopen. Que que tava tassina especial de catering? Tava tassina, si è tuo plato, non? Di one family? Ja, ora mi tava tassina jurista, mi tava tassina hobby, recepties. E sempre, langa sibi, mescos. E servicio no tabata hobby, bon,
en mijn pensa, ora mi te comienzo un catering, mi te cucina otro plato, of pasapalu, y mi te, ik zorg dat de goede bediening is, dat het netjes eruit ziet, en op die manier ben ik begonnen. Dus dat gaat ook aan de presentatie ervan? Ja, dit? Ja, ja. Ja. Pas sobre poco cucina obvio, pero si el servicio no está bon, laat je net compleet. Pero, je hebt nog nooit een restaurant gehad? Nee. Nee. Hoe doe je het dan? Aquí en Sorbonne, dat betekent prome biaco, maar cucina à la carte, in een restaurant. Pero, como te funciona a orgi, que men? Pero, me como iba a stali cucina, que men, bota bai un camino da prepara un. Se me mira o Facebook, bota mandei de un cunuco, por exemplo. Kan je daar meer over vertellen? Hoe doe je dat? Ga je naar een kroeg of ergens aan de zee? Ik weet niet, een diner? De diner in the field? Ja. Bedoel je? Ja, maar in Anja Passa, durant de première lockdown, zag je dat er een tekort kwam aan bepaalde producten. En ik dacht, we importeren alles op de eilanden. We moeten ook eens meer om ons heen kijken wat er op de eilanden zelf is. Want ik kom in de Dinner in the Field experience. Ik tour luna met de bijna een plantation. Ik doe een maas attention riba nos kunnen kero. En met de cucina de producten dan kunnen disponibel. En als de inga en mees en hang is toel den e plantation. Een mooi decor, hè? Mooi decor, zie. Si. Ja. En kunnen kero is daar een rondleiding. Gasten. Dus we zijn lang te komen. Kos die mamatera. Ja. Hoe reageren de Kunukero zelf op het idee? Ja, zij vinden het heel leuk natuurlijk. Het is anders eigenlijk. Mm-hmm. Ja, en ze denken ook vaak, oh mijn plantage is nog niet af, het is niet mooi genoeg, het is niet goed genoeg. Maar dan zet je die tafels daar neer en dan ziet het er prachtig uit en de mensen vinden het geweldig. En ik zat ook een keer bij een kippenboer en die had maar alleen twee schuren met kippen. En maar dan zet je de tafels er neer en dan gaat de zon onder en dan zit je ja, in een prachtige omgeving. En het is altijd bijzonder. Doe je dat met de volle maan bijvoorbeeld? Of gewoon, Nee, niet specifiek. Niet specifiek. Nee, nee, meestal de derde zaterdag van de maand. Ja. En dat, ja. Kijk, bij die kippenboeren heb je kippen gebruikt van die boer? Ja, ja, toen hebben we eieren gebruikt, kippenvlees en dan bijvoorbeeld ook een kippenstok gemaakt. Weer met de botjes en de kippetjes aan het spit. En bijvoorbeeld een Caesar salade dan gemaakt met mayonaise, met de verse eieren. En op die manier verwerken we dan alles. Mm-hmm. En wat de boer niet heeft, haal ik weer bij andere boeren. Ja, en drank en zo. Die boer die heeft geen rietvelden en zo om Nee, van te kopen gewoon wijnen in. Die serveren we erbij. Ja. Ja. Je bent begonnen en hoe was de reactie aan het begin van klanten? De eerste editie, ik heb het op Facebook gezet, het zat volgens mij binnen 2 uur vol. Dus mensen wat is vol? Hoeveel? Toen hadden we, meestal hebben we ongeveer 40 mensen. Oeh, ja. Dat is veel. Mm-hmm. Ja. En de eerste keer was goed. Mm-hmm. Je ging door. Ja. Ja. Hoe vaak doe je dit? Sinds vorig jaar juni en dan 1 keer in de maand. Uh-huh. Ja. En er zijn dus heel veel boeren die je niet kent. Dus het is ook echt leuk voor de gasten, want ze komen elke keer weer op nieuwe plekken. Weer een beetje door de knoek rijden. En iedereen is dan verrast wat er eigenlijk allemaal is. Dus het is echt goede promotie voor de boeren ook. Zoek jij zelf de plekken? Of, ik zoek de plekken. Ja. Ja. Hoe doe je dat? Gewoon rondrijden, lukken raken en zo? Nee, ik ken wel veel mensen op Curaçao en inmiddels ook veel boeren. Dus soms zegt een boer waar ik ben geweest, ik weet nog een leuke boer, daar kan je ook naartoe. Of ik word benaderd, of het gaat een beetje vanzelf. En het loopt goed? Ja, gaat heel goed. Wat denk je van Bonaire? Is zoiets op Bonaire te organiseren? Ja, dat is leuk dat je het vraagt. Mm-hmm. Ik heb het 2 keer geprobeerd al, maar het is nog niet gelukt. De eerste keer zouden we naar Alette gaan, zijn we content op. Maar toen kwam net de lockdown weer. Het was afgelopen maart. Dus ging de horeca dicht. Er was nog geen lockdown, maar de horeca ging dicht. Dus toen hebben we dat moeten cancelen helaas. En ik was in, geloof augustus, of oktober, ik weet het niet meer, bezig. Oh, dit is nu augustus. Nee, het was mei. In mei was ik bezig om bij Bonterra te doen.
Maar toen liep het spaak op de vergunningaanvraag. Dat was een beetje lastig. Dus in progress. Mm. Maar we zijn wel van plan. Vergunning om zoiets te doen? Om het te kunnen organiseren, ja. Ja, maar je hebt toch bij Aletta gegaan. Dus dat is nee, goed, we zijn niet geweest. En toen hadden we daar niet over nagedacht. Ik wist niet dat er vergunning nodig was, want op Curaçao is dat niet nodig. Ja. En toen zijn we gebeld van, is er wel vergunning? Dus we zaten ook een beetje in... Maar dat is te regelen toch, voor de toekomst? Ja. Ja, ja. Dus kan nu weten we het. En, je kan bijvoorbeeld bij Punta Blanco Chicken Farm zijn. Daar hebben die heb je ook nog, ja. Dat is mooi daar, hoor. Mm-hmm. Ja. Zo zijn er nog mooie plekken op het eiland. Dus het moeite waard om te proberen. Ja, goed idee. Ja. Jouw specialiteit is koken met lokale producten. Mm-hmm. Ik zie daar op die tafel tamarind. Ja. Ik zie bellissima. Bananengrief. En ik heb ook iets meegebracht, hoor. Dat is krijna. Hou ik van. Ja. Heb je dat ooit geprobeerd in je eten? Nee, jij vertelde me erover. Ik ken het niet. Nee? Nee. Dus je hebt toch iets bijgekregen hier op Bonaire. Absoluut, ja. Dit noemen ze yerba de holi, chimarron, dus de basilicum chimarron. Maar hoe ben je op het idee gekomen om te experimenteren met wij? Bananen die rif, de Bonaireanen, die weten niet eens dat je dat kan eten. Mm-hmm. Ik weet het toevallig. Bij mijn natuurwandelingen zijn er soms Nederlanders in een groep die zeggen, ja, dat eten we in Nederland. Mm-hmm. Hoe heet dat in Nederland, die bananen die rif? Een zeepostelijn. Zeepostelijn, BMB. Ja, BMB. Dus ja, dat BMB is op de grond en dan is ook postelijn. Ja. Sommigen noemen het ook BMB, die Lemang of zoiets. Mm-hmm. Die heeft verschillende namen. Hè? Mm-hmm. Wat doe je met die bananendrijf? Je mag het oppakken? Ja, ik gebruik het heel veel, want ik vind het echt geweldig. Dit heb ik geleerd van een chef die op Bonaire werkt. Ja. Danny Kleiner, hij heeft me dit verteld. Het was wel grappig, het is al 10 jaar geleden of zo. Was hij chef bij Sorbonne. En toen zei hij, nou, kunnen we op een vrije dag kunnen we bananen die rif gaan plukken. En dan kunnen we samen mee koken. Dus hij maakte pesto mee. Dus ik had mijn bikini aangetrokken en mijn duikbril meegenomen. Dus we liepen naar de zee. En ik dacht, ik moet onder water, zeebier. En toen kwamen we bij de zee en zei hij, kijk, hier staat het. Dus het groeit gewoon dus langs de kust. Op heel veel plekken, zeker op Bonaire, de hele rondweg in het zuiden. Klein Bonaire ook. Heel veel, ja. Dus... en het is dus net als Nederlandse zeekraal, het is heel ziltig, een beetje crunchy. Mm-hmm. Je kan het gewoon als garnering zo gebruiken. Dus dan pluk je gewoon de banaantjes eraf. Mag je eentje proeven? Ja, zeker. Ik wil in de middag, Spero kom je dan moe. Pas op, maar kom je op ja. Ik met de monstra. Wat met die caminata, de naturalisten, met de monstra. En dan die Bonaire, dan lekker de straaien. Douchen. Heel lekker, ja. Ik heb mijn bopo, dat kan ons komen zeggen. Bopo stobeta, maar op zo'n postlijn. Bopo stoba. Dit ook? Stoba? Denk, stoba. Oh, minua, purwa. Zoals met spinazie en zo. Mm-hmm. Want BMB, dat ja, je kan het zeg maar roerbakken. Mm-hmm. Je kan het pikkelen ook inmaken, zoet zuur. Mm-hmm. Dus we hadden op het menu bij Sorbonne had ik een pokebol met de bananen in rif gepikkeld. Wat ik heel leuk vind om te doen, ik maak er vaak een olie van. En dan met die olie maak ik een mayonaise, verse mayonaise. Dus dan heb je een hele mooie groene, als je de groene gebruikt. Dan krijg je hele mooie groene mayonaise met de smaak van bananen die rif. Oké. Okay. Ja, je kan ook een schuim van maken. Ja, je moet gewoon een beetje out of the box denken. Mm-hmm. En dan een beetje gaan proberen. Maar het is heel leuk. In Sorbonne heb ik dat gegeten. Je wist niet dat het bananen die rif was. Je zei dat en dat was van bananen die rif. Mm-hmm. Ongelooflijk. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Wat wij hebben, hè? In onze natuur. Maar dat is het, want je hebt de chefs die halen die zeekraal uit Nederland geïmporteerd. Maar ik denk, het groeit hier gewoon voor je neus. Zullen we dat ook zeekraal zeggen? In Nederland heb je de wat langere zeekraal, noemen ze het dan. Ja, dit is zeepostlijn. Ja, maar de smaak is een beetje vergelijkbaar en ook wat je ermee kan doen. Mm-hmm. Ja, want dit hebben we gewoon net even in geplukt, onderweg hier naartoe. Ja. Bellissima. Ja. Kijk, die plant Bellissima is ingevoerd als sierplant. Het is hier een plaag geworden in onze natuur. Mm-hmm. Het is wel mooi,
Wat doe je met Paisiba? Is dat er eten? Ja, ik kwam er dus achter dat het eetbaar is. Dat is eigenlijk het eerste bloemetje waarvan ik ontdekte dat het eetbaar is. Dus ik gebruik het heel veel als garnering, met name bij desserts. Ziet er heel mooi uit. Het heeft niet echt veel smaak, maar het is heel mooi. Dus, maar je zei het zo net, ik heb het geprobeerd. Hoe probeer je dat? Ja, soms gaat het mis, maar... Hoezo mis? Nou, ik had één keer had ik cashewappel gevonden. Mm-hmm. Die groeien ook bij ons op Curaçao. En ja, dat is een appel waar dan de cashewnoot aan groeit. Ja. Ik weet niet of bij iedereen bekend is, maar ik ging een beetje kauwen op het notengedeelte. Maar dat is dus blijkbaar giftig als je het rauw eet. Dus mijn lippen begonnen een beetje op te zwellen en een beetje te tintelen. Ik dacht, oeps. Dus ik ging googlen. Ja, de cashewappel. En toen bleek het dus giftig te zijn. Maar ik heb wel overleefd, gelukkig. Ja. Maar die moet je dus eerst roosteren en dan kan je de noot eruit halen. Misschien, wanneer heb je geprobeerd? Jaren geleden? Want de incubatieperiode die kan misschien 10 jaar zijn. Nee, ik kan wel zeggen dat ik safe ben. Ja. Maar goed, toen ik ontdekte dat dit eetbaar was, toen ben ik gewoon gaan googlen wat er nog meer aan eetbare bloemen was. En zo kwam ik onder andere op het spoor van de flamboyant, de bloem. Ja, dus die pluk ik dan de blaadjes vanaf. Zo, en dan, ziet er ook prachtig uit. Ik had het in een salade verwerkt, bij sorbonne, ook bij een dessert. Zal ik durven te proeven? Ja, dit is heeft een beetje citrusachtig. Mijn dochter heeft een beetje basilicumachtig. Ja, dit heeft echt wel smaak. Ja. Mm. Ja, en hier heb ik ook Mag je toch die Bellissima ook proeven? Ja, natuurlijk. Ik eet alles op... Want die heeft bijna geen smaak. Nee, heeft bijna geen smaak. Nee. Maar die flamboyant wel. Ja. Alleen die bloemen of die, je hebt die bolletjes ook? Ja, nee, ik gebruik alleen bloemblaadjes. Ja, en nu is het weer flamboyant seizoen, dus je vindt ze overal. Ja, in Sint-Maarten noemen ze dat de July tree. Oh ja? Ja, ja. Ja, het begint vanaf mei een beetje te bloeien. Ik ben ook bezig om een beetje in kaart te brengen wanneer je wat kan, wanneer wat bloeit en zo. Ja. Wat heb je nog meer daar? Ik heb ook nog... Dit is de bloesem van de tamarinde. Mm. Ook eetbaar. De tamarinde kennen we allemaal natuurlijk wel. Ja, ken ik wel. Heel mooi groot deze. Wat mij verbaasde, ik was van de week bij een van de supermarkten en er stond een bakje, een klein bakje. $6? Tamarinde, $6. Ja, maar die komen uit Thailand, hè? Het groeit aan de boom. Ja, ja, maar dit zijn normaal een beetje zure op Thailand. Ja, maar juist met die zure kan je prachtige sauzen maken. Echt. Voor die tamarinde gebruiken voor sauzen eigenlijk. Je kan er heel veel mee. Het wordt drank. Ja. Maar ik vind het fantastisch om sauzen mee te maken. Douche die tamarijn voor een dessert. Mm-hmm. Dat kan ook. Ja, of je kan ijs mee maken. Van alles. Maar voor sauzen is het echt mijn favoriet. Ja. En dat blijven ze proberen wat goed is en wat slecht is. Zijn er nog meer producten hier die wij niet hier hebben, maar die toch belangrijk zijn, die je gebruikt? Er is heel veel. Overal waar ik rij of loop, zie ik eten eigenlijk. Aan de boom hangen of in de zee. Ik werk ook veel met lionfish. Mm-hmm. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Oh, okay. Ja, vooral op... Ook prachtig vis en vormt natuurlijk een bedreiging voor de onderwaterwereld. Dus eat them to beat them. Yeah. Ja, jaag ik ook zelf op. Ik werk ook veel en graag met Ala Blanca. Met de duif. Ja. Heel mooi vlees. Ik zie ze hier wat minder, maar ze zijn er wel, geloof ik. Ze zijn er wel, ja. Ga je zelf jagen op die... Ja, ik ga zelf ook wel eens jagen. Ja. Zo met de buks. Ja? Ja, echt waar? Ja. Je lijkt er niet dat je dat doet. ik ken een vriend op Curaçao, Makambi. Ja, hij is mijn visser. Die ken je ook, Ik ken hem goed, ja. Dat is, hoe heet die, Edwin? Edwin, ja. Dus hij jaagt ook op... Maar alleen Ala Blanca gebruik je, want je hebt nog meer. Je hebt wat ze Ala Duro noemen op Curaçao. Je hebt Jewiri hier op Bonaire, Patrucci. Die andere gebruik je niet. Nog niet, nee. Maar je brengt me op ideeën. Ja, die lijken meer op, toen noemen ze dat, kwartels volgens mij. Maar ze zijn nog kleiner, denk ik. Ze zijn kleiner, ja. Want Ala Blanca haal je al niet heel veel vlees vanaf. Nee. Totoliek is, dat is bijna niet zo. Maar toen we klein waren, leken die vogels groot. Want doordat we klein waren, volgens mij, nu we groot zijn, dan zijn ze klein. Je moet veel moeite doen om al die dingen af te halen en zo. Ik vind het vreemd, weet je, dat je geen leguanen gebruikt.
Ja, het trekt me niet zo. Dat kan ik niet begrijpen. Nee. Dat is zo'n delicatesse. Mm-hmm. Heb je nooit over gedacht om toch iets met de leguanen te doen? Want kijk, ze zijn niet bedreigd. Ze zijn eigenlijk meer een last nu. Mm-hmm. Op Bonaire. Maar ja, komt er iets van, denk je, in de toekomst? Ga je het proberen? Ja, wie weet. Dan kan je mij als gastkok uitnodigen. Dan kom ik... Kook weer samen. Met badje of zonder badje. In Bandenbouw, Westpunt, heb je die Jantjes, toch? Mm-hmm. En hij zegt altijd, ja, als hij het menu heeft, ja, vandaag is... Jawips, nog steeds Iwana, maar door de Jawips is het sim badje. Dus zonder die vel. Mm-hmm. Pero si bobin ja domingo, dat die fiesta, jori, wat dan Johanna Kubachi. Dat moeten we proberen. Afgesproken? Ja. Gaan we doen. Van de zee. Alleen lionfish gebruikt of gewoon vis ook. Ik heb een sopje die pisca van zaterdag. Dat was, mm-hmm. Ik heb nooit zoiets, zo'n lekkere soep gehad. Oh, echt waar? Ja, nooit, nou, echt waar. Het is anders, hè? Ja. En ik zei, ja, je zei tegen, ik vroeg, ja, hoe maak je dit? Je zei, ja, voor mij zijn geen geheimen, hoor. Ze komen in boeken, in de magazine. Dus je houdt niet alles voor jezelf. Nee, juist niet. Want ik wil juist mensen inspireren, ook de lokale mensen, om andere dingen te doen met de lokale ingrediënten. Dus, want de hoe zeg ik, Caribische keuken en ook Curaçaose Bonaireaanse keuken is best wel traditioneel. Mm-hmm. En heel lekker. Cabritos toba vind ik heerlijk. En het zijn allemaal goede gerechten. Maar je kan ook meer doen met zo'n geit. En je kan meer doen dan alles in het stoven. Je kan het op andere manieren bereiden. Dus ik probeer juist, daarom deel ik alles. Het is begonnen als een blog. En nu eigenlijk geëindigd in boeken en magazines. Maar dus ik deel het juist graag met de mensen. Ik geef ook kookles op Curaçao. Ja. Over de Caribische keuken ingrediënten. En dan vind ik het... Het is eigenlijk voor toeristen bedoeld, zo is het begonnen. Maar ik krijg ook vaak lokale mensen, zeker toen we allemaal niet mochten reizen en zo. En het is eigenlijk het allerleukste om de lokale mensen te inspireren. En dat te zeggen, oh ja, dit is inderdaad heel leuk. Ik kan ook dit met tamarinde doen of met de papaya. Ja. Ik, een paar jaar geleden, in de begintijd van de tweelier, zag ik insecten. In de potjes en zo. Oh ja? Wormen, ja. Mm-hmm. Dat wormen en mieren en van alles. Nooit over gedacht, hè? Mieren heb ik wel ook uit Colombia wel gegeten en meegenomen. Maar insecten trekt me niet zo. Nee. Het hoeft voor mij niet zo extreem. Dat is niet mijn... Daar word ik niet zo blij van. Ja. Blij. Je hebt het over vruchten. We hebben zaterdag ook een wandeling gedaan, een natuurwandeling. Ik vind die route normaal echt mooi. Als het regent, in de regentijd, dan kom je vruchten tegen. Mm-hmm. Gebruik je ook lokale vruchten? Een shimaruku, dat is aan het seizoen gebonden, maar je hebt nog meer, hè? Ja, ik had ook gerecht op de kaart, een dessert. Wat je eigenlijk moet proberen, maar volgende keer... dat heeft echt heel veel local flavor, want het is pavlova. Pavlova is met een basis van room en merengue. En die room had ik op smaak gebracht met javaplum. Java, dat heet ook wel jamoen, het heeft verschillende namen, maar het groeit aan een boom. Ik heb het hier nog niet gezien, maar ik had het meegenomen van Curaçao. Eén keer per jaar geeft die vruchten, het lijkt op een olijf. Het is een soort kers eigenlijk, ik weet niet of je het kent. Nee. En omdat het maar één keer per jaar is, maak ik er dan vaak een siroop van. Dus dan heb ik het hele jaar de javaplum siroop om te gebruiken. Dus ik had room op smaak gebracht met javaplum. En er zat ook een pipetje bij met shimaruku. Ook siroop. Dat heb je natuurlijk ook maar een paar keer per jaar als je naar een tropische regenbui. En dan 10 dagen later vind je het weer als je geluk hebt. En maak ik dan ook vaak siroop van. En dan had ik ook de bellissima bloemetjes in zitten. Dus het was echt een heel mooi lokaal dessert. Mm-hmm. En... het was de vraag, of ik werk met die lokale besjes. Dus ja, heel graag. Ik vind het fantastisch. Ja, als je terugkomt in december of zo, dan gaan we wel de route lopen. Zeker, ja. Dan komen we de Kamari tegen, de Stanibari, de Kobati, Kashrimondi. Een heleboel vruchten, besjes, die lemang. Moeite waard om terug te komen. Zeker. En misschien kun je daar op die heuvel, dan kan je ook zo'n diner organiseren.
Met ook leuke dingen. Dinner de Mundi. De Mundi, ja, dat zou goed zijn. Ja, eerst een natuurwandeling en daarna terug op die op een plek. Oh ja, een kleine wandeling. Idee. Ja, die wandeling die we hebben gedaan, dat was niet zo lang. Mm-hmm. Er zijn dingen te doen op een naar Helmi. Zeker. We zijn ook langs, niet meer naar Papimento, televidente, onze passen een paar lukken te kunnen zien in Bonaire, como Calabari. Dat een paar lukken, nu zijn de granen, dan dat we dat hoe ze horen die kushina. Het produceert een aroma, maar je boom is, dan dat manier tapa en huma. Ding weer per het bladje dat ik al heb gebied, heb dat pas een laurierblad. Die heb je ook meegenomen om te proberen. Heb je dat al geprobeerd? Nee, ik heb het gedroogd in de oven, want ik dacht dan kan ik ermee roken. Maar het was al de laatste avond, dus ik heb het uiteindelijk heb ik er nog niks mee gedaan. Ja. Maar we hebben het op Curaçao ook al, denk ik. Hè? Ja, maar niet zoveel volgens mij. Hier in Bonaire heb je ook een paar exemplaren, maar op Klein Bonaire heb je... zijn ze talrijk. Oh, dat zei je, ja. Ja, maar we hadden toen al bedacht tijdens de wandeling om het te gebruiken om te roken, om vlees of vis te roken, dat je dan de smaak van de Calabari, van het blad erin krijgt. Ja. Ik raad je niet aan om die bladeren te gebruiken in eten of zo, want ik weet niet. Ik heb nooit van die oude mensen gehoord dat ze dat ooit gebruikten, maar als het zo ruikt... Ja. Dan is het echt, het lijkt laurierblad of zo. Ja. Ga je ook de natuur in soms om nieuwe producten te ontdekken? Ja, zeker. Hoe vaak? Ja. Elke week of zo? Nee, niet elke week. Ja, af en toe komt het ervan of hoor ik weer iets of ik kom bij mensen zoals jou tegen... En dan ontdek je, je blijft nieuwe dingen ontdekken. Dus dat is wel heel erg leuk. Bonaire is toch een beetje verschillend. Hè? De planten die we soms zien. Ik heb je aangeraden om dat boek Zagfloren te kopen. Van Frater Arnoldo Broeders. En dan zie je wat je op Curaçao hebt. En niet op Bonaire. En andersom ook. Mm-hmm. Dus, heb je ooit iets gedaan op Aruba? Of is Bonaire de eerste stap? Bonaire was de eerste stap, ja. Maar ik ben wel van plan om ook nu naar Aruba te gaan. Om te kijken wat we daar voor leuke dingen kunnen doen. Mm-hmm. Ja, en daarna de rest van de wereld. Ja. Hier op Bonaire, je was bij Sorbonne Beach Resort. Daar heb je anders gekookt. Je zei à la carte, hè? Mm-hmm. Ja. Wat is het verschil met wat je normaal doet? Nou, ik heb 7 jaar lang catering gedaan. Dat doe ik inmiddels niet meer. Maar bij catering kook je niet à la carte van een menu. Mm. Maar je weet van tevoren, er komen 300 mensen. En ze krijgen een buffet met deze gerechten. Dus je weet precies wat er gaat komen. Mm. En à la carte bestellen mensen natuurlijk gewoon waar ze zin in hebben van de kaart. Dus het is een andere techniek eigenlijk. Mm. Ja, dus, maar inmiddels, wat ik zei... catering ben ik helemaal mee gestopt, omdat ik eigenlijk alles wat ik nu doe is rondom de moderne Caribische keuken. Dus ik geef de kookles waar ik het over had, dinner in the field. Ik heb chef's tables bij mij in de keuken. Nodig je bij deze graag uit als je een keer op Curaçao bent. En dat is echt een beetje Caribbean fine dining. Nu bij Sorbonne had ik me met het menu nog een beetje ingehouden. Ik dacht, doe niet te spannend. Want er komen natuurlijk veel toeristen en die willen toch gewoon een beetje toegankelijk eten. Dus ik heb wel zoveel mogelijk... met lokale producten gewerkt en ook met producten van Bonterra en Daily Fresh, verse sla en kruiden, verse vis, zoveel mogelijk. Maar het was nog niet heel spannend. Maar met Chef's Table dan is het echt toch een trapje hoger. En ik heb 2 kookboeken, een magazine. Ja. Hoe vaak komt die magazine uit? 2 keer per jaar. Ja, hier ligt de eerste editie, die is vorig jaar december uitgekomen en deze is net... de zomereditie, die is net uit eigenlijk, vorige maand, juli. En hoe lang bestaat het al? Dit is ook een lockdown idee. Wordt heel creatief, af en toe als je veel rust hebt en lekker thuis zit. Vorig jaar dacht ik moet iets, want ik was natuurlijk chef en ik kon niet werken. Dacht ik moet iets hebben wat coronaproof is. En daar is dit magazine uitgekomen. En deze heb ik ook grotendeels tijdens de afgelopen lockdown die we hadden in april en mei gemaakt. Gewoon thuis, ik doe zelf de fotografie ook. Dus ik heb gewoon thuis gerechten gekookt en foto's geschoten. Dus het meeste is in mijn achtertuin geschoten. Mooi. Ja. Is mooi, ja. Hè? Dus ja. Wordt het op Curaçao gedrukt of in het buitenland? Nee, we laten het in Nederland drukken.
Het is te duur om dat lokaal te laten drukken, helaas. Ik neem aan dat je ook interviews doet met mensen die iets doen op dit gebied. Mm-hmm. Klopt? Ja, in het magazine bedoel je? Ja, ja, we hebben, is heel leuk, Aletta geïnterviewd voor deze editie van Semper Contentum. Ja. En op Curaçao, Lisette Keus, zij is de Lionfish Queen van Curaçao. Zij heeft haar hele bedrijf gemaakt rondom de lionfish. In eerste instantie om het vlees te verkopen aan de restaurants. Maar ze maakt ook sieraden van de vinnen, van de staarten. Maakt ze oorbellen, armbandjes. Dus en dat is de hele side business geworden. Ja, die lionfish die wordt dus totaal uitgebuit of geëxploiteerd dus. Ja, ja, maar het is fantastisch, dat is, toch? Dat is goed, hè? Ja, en het werkt ook. En je ziet het hier nog meer dan op Curaçao. Het is echt lastig om aan lionfish te komen. Je moet echt diep duiken om een paar goeie te vangen. Dus het werkt. Nou, wat maakt de lionfish zo speciaal? Ja, je hebt andere vissen op het eiland, mm-hmm. vooral die tuna's en zo voor sushi, dat is echt beroemd, bekend. Mm-hmm. Maar lionfish, heeft die een speciale smaak of zo, anders dan die andere vissen? Ja, het is een witte vis en tuna is natuurlijk ook heel lekker, maar ook met name omdat die een bedreiging vormt voor de onderwaterwereld, is het goed om hem te eten. Want als je lionfish eet je geen snapper of een andere vis, parrotfish die het koraal schoonhoudt. Dus daarom is het sowieso goed om te eten. En het is, denk ik, ook voor toeristen als ze hier komen, is het wat anders dan een stukje kabeljauw of een zeetong. Mm. En je kan er hele leuke dingen mee doen. Wat ik bijvoorbeeld doe, heeft al die stekels, waar gif in zit. Maar als je die verhit op bepaalde temperatuur, dan neutraliseert dat gif. Dus dan gebruik ik ze vaak als een soort toothpick. Mm. Dus dan maak ik bijvoorbeeld een kibbelingetje van de lionfish. Dus dan in een krokant korstje bakken, een klein stukje. Steek er een stekel in van de lionfish. En dan serveer ik er bijvoorbeeld die bananendirif mayonaise bij. Ja. Met een beetje bananendirif. Maar die gif uithalen, dus het verbranden van de heb jij dat uitgevonden? Of, Nee, ook ja. Nee, ik heb het niet uitgevonden. Via nee. Google? Ik heb het weer van horen zeggen. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus, maar ja, en wat ook heel leuk is met die lionfish. Weet ik, dat heb ik van Lisette geleerd. Die heeft het weer van iemand van Aruba. Maar je kan ook die wings gebruiken. En dan serveer je ze als lionfish wings. Bijvoorbeeld in plaats, als je een restaurant hebt, in plaats van een chicken wing, die iedereen kent, heb je een lionfish wing. En die wings worden meestal gewoon weggegooid. Maar als je een beetje grote lionfish hebt, dan zit er nog best wel wat vis aan die wing, zeg maar. Ja, dan heb je een fantastisch gerecht. Ja. Van een restproduct eigenlijk. Maar het vlees van die lionfish is duurder volgens mij. Ze zijn vrij duur, ja. En ook omdat ze vrij zwaar, je hebt vrij veel afval. Als je normaal een vis fileert, dan hou je ongeveer 50% over van het oorspronkelijke gewicht. En bij een lionfish maar ongeveer 25%. Dus dat maakt hem wel vrij duur. Ja. Maar goed, nogmaals, als je zelf op gaat jagen, dan heb je een leuke ochtend. Maar dat doe je toch? Ja, dat doe ik, ja. Ja. Dus je kan duiken? Ja. Ja. Ja, moet je, voor die lionfish moet je eens een diner organiseren, een fundraiser voor de Lions misschien. Lions Club. Heb je die? Voor de Lions Club, ja. Ja. Met de lionfish, ja. Dat zou een goed idee zijn. Mm-hmm. En in die magazine, in het tijdschrift, zijn er nog meer interessante dingen. Heel veel interessante dingen, ja. Nou, er staan natuurlijk, er staan recepten in. Dat is uitgangspunt. Ja, okay. Met lokale ingrediënten. Maar dus ook interviews, een beetje lifestyle, mooie foto's. Leuke, hoe zeg je dat? Onze favoriete plekjes op Curaçao. En kijk, dit is in mijn achtertuin bijvoorbeeld. Dat is pompoenen, hè? Ja, of dit zijn pompoencakes. En hier zitten dan weer bloemetjes op van de neem tree. Dat is ook eetbaar. Neem tree ook? Ja. Die bladeren of die vruchtjes? De bloemetjes. Neem tree kan je heel veel mee doen. Wordt veel in India gebruikt ook. Dus de blaadjes is ook, het is volgens mij helende werking. Ja, dat heb ik gehoord. Ja. Mensen die hoge bloeddruk hebben, suiker en zo, die kunnen dit. Zelfde tijd is dit ruikt lekker, hè? Dit is de Dinner in the Field. Ja. Dat is misschien wel leuk om even te laten zien hoe mooi dat is, hoe mooi die setting is. Dit is gewoon op Curaçao, bij Hoeve Cascora, tussen de papaya-bomen. Nou, daar zit je dan met zonsondergang lekker eten. Ik heb een paar mooie plekken voor jou, hè. Als je terugkomt. Ja, dat is de papaya. Playa Frans en zo, dat is echt plek, dat moeten we doen, hè?
Ja, leuk. Ik praat nu zoals ik zelf in jouw bedrijf zit en zo. Want ik vind het leuk. Ja, dat leuk. Alles gewoon met natuur heeft te maken. Ik denk bijvoorbeeld aan een kalebas. Ik ging vaak met gezaghebber Reina wandelen. En hij is iemand van de stad. Maar ik heb hem geleerd, je kan het vrucht van de kalebas, mm-hmm. daar maak je een strova, maar je kan het ook eten. Je kan het bereiden als een dessert. Er zijn twee dingen in de natuur van Bonaire die je mm-hmm. kan gebruiken. Hoppieboom. Mm-hmm. Want dan ben je Sigipurbando. Sigipurba. Ja, zeker. Ja. Zeg je dat unico boekje op een zakken? Nomiting dos boekje. Dos boekje. Ja. En otro tante que más chiqui. Zeg je dat met een segundo boekje? Nanta compre boekje na opi ting. Wat ik meer koe. En dan gusta boekje die recette. Sí. Dan naar Bonaire tamme. Available. Disponibel. Na una Bruna. Na Bruna. Sí, van een tweel. Ja, oké. En naar airport tamme. En revisa tamme. Que botar assim com botar cozinhar para bebida, coisa de bebê. De nós, olha nossa cana, já sabra, mas por cabo de diferente erva, de sal, nós não amira, pero tem certo mata na flor de coara, caraguara, não precisa do sol. Com ene grande, não está usando, não está lá que trek, não está botando, não tem limonada bonariana. Repetirei, também porque experimentamos tanto. Sí, aquí tiene moringa, flor de moringa. Ah, moringa también puedo usar. Sí, por usar, sí. Y tiene hopi, ¿qué es eso? Tiene un sterke geur, sabor. Uh-huh. Anto un día me trao un moringa liqueur. Ah, yeah. Okay. ¿Cómo doe je dat? Ja, je trekt het, je maakt de siroop. Gewoon laten trekken en gewoon waar, de temperatuur, kamertemperatuur. Ja, en je laat het trekken een paar dagen. Nog langer. En dan krijg je die geur en die smaak van die moringa in de liqueur. Mm-hmm. En dan maak ik... ik heb een keer een dessert meegemaakt. Ik deed ook... Ik kan nu een tijdje niet meer, maar twee keer per jaar organiseer ik een pop-up restaurant. Mm-hmm. En dan ga ik naar een geheime locatie. En, wat is geheim? Ja, het is... Niemand voor die, weet. Iedereen voor de klanten. Ja, dus. Ja, voor de klanten, ja. Ik weet het als meestal een van de weinigen. En dan zetten we daar een restaurant op voor 3 dagen... En mensen kopen een kaartje en ze horen pas de middag voordat ze komen waar ze moeten zijn 's avonds. En het wordt dan ook geheim gehouden. Niemand post wat op social media. Dus dat het ook voor de gasten van derde avond nog geheim is. De laatste editie was vorig jaar maart, de dag voor het weekend voor de lockdown in het oude ziekenhuis in het Zeos. Okay. Maar we zijn ook in de oude kerk geweest. We zijn bij Nieuwpoort geweest. Maar bij een van die pop-ups had ik dessert met moringa, liqueur en op andere manieren gebruikt. Ja. Si vos haces un comparación entre turista y en el local de Corso, ¿quién con reacciona está? ¿Con turista te reacciona? ¿Con en el local te reacciona? Eso está diferente, ¿no? Sí, está diferente. Sí, me gusta sorprender en el local, tukos nos potra kue ingrediente nang lokal. I pai turiste nang ta op importante nang bini di Europa of di Amerika kue nang ta purba e sabor nang lokal. I non so Italiaans of weet je, wat ze al kennen. Met maar imaginame kue ore kue bubisa oende lokal kue kome banane refet. Het is een tiki, meneer, dat is huiverig. Bonda kerk op ook mee. Wat er bij de presentatie kost, dat is een beetje huiverig worden en zo, of niet? Nee, meestal niet. Nee. Accepteren gewoon dat ze hebben vertrouwen in je. Ja, de mensen die komen, die kennen me wel een beetje, dus ja. Weten wat ze. Je hebt het eens al geprobeerd, dus als jij er nog bent, ja. Dan zullen we ook nog zijn. Of niet? Over die Nimtree toch wil ik toch. We hebben nog een paar minuutjes tijd. Het gaat snel, hè? Nou. In het begin zei je 50 minuten, maar het is bijna nog een paar minuten hebben. Die Nimtree. Yeah. Dus die Nimtree die wordt hier net zoals de Bayissima als een plaag beschouwd. Mm-hmm. Er is zelfs een wet dat je die Nimtree moet kappen. Maar je kan die bladeren gebruiken.
Dat, die vruchten heb ik zelf geprobeerd. Als ze echt rijp zijn, zijn ze zoet. Maar als ze niet rijp zijn, zijn ze echt bitter. Dus die neemtree, dat moeten we eigenlijk het goede uithalen. Ja, je moet ze alleen, want ik heb ze ook in mijn tuin staan. Het vervelende is dat die wortels die gaan overal naartoe. Hè? Mm-hmm. Dus als je ze gewoon ver genoeg van je huis zet, ja, dan is er geen enkel probleem. Ja. Nee, maar ze hebben het altijd over woekerplanten, zoals die Beissima. Die neemtree ook. Ik heb een cadeau voor jou meegebracht. Dat kan ik zo meenemen aan planten. Ik denk dat het... Ja, hier gaat het. Op Aruba is, of op Curaçao, ja, de grond op Curaçao is beter dan op Bonaire, dus ik hoop dat het goed gaat. Maar heb je ook een tuintje bij thuis dat je die dingen probeert? Ja, probeer, ja. En de volgende keer gebruiken, hoor. Ja, nee, ik ga zeker proberen. Hartstikke leuk. Ja, dat is echt... Dank je. Heb je nog iets aan toe te voegen? We zijn op de laatste minuut van ons programma. Wil je nog iets aan toevoegen? Is er algún apapimiento para nos en el local? En el corso Aruba, ¿tú eres también? No, no, estaba tan un placer. Papio cubo, arriba mi pasión para cocina de Caribe. Y ya, y que veis que sí, guac rondibo, que conoce tín, rima los islas, y promet que compra cosas extranjeras en el supermercado. Es muy importante. Yo me gusta. Yo me sabo de Calalú. Una planta chiquita, no sé cómo es Calalú, cómo es Bembe, de Postline, Chalana. No sé, hay cosas que por comer. Una última pregunta, una pregunta que me hace a mí personalmente también, ¿hay opvolgers? Heb je opvolger per se gekke zaakje? Ja, zie. Met wat je algun chef noemt, dan kom je naar de kusten van het lokaal. Tambe, want dat is goed. En ora, je chef noemt bij de kusten van het lokaal, dan kan je iets nieuws bedenken. Maar... Oké. Ik denk dat het nieuws is. Ik denk Juana, bijvoorbeeld. Dank je, Alu, voor het komen. Ik heb het programma in televidente. Is dan goed interessant met een hoop in de mate dat ik met de planten dank bij epidemie en met de zorg voor ons gaan. Een mate, een potje, een eertje met de papa, dan met een potje per me. We zeggen, hoe ik zou ook, want het is difficult, papa, om over te kunnen. Ik zit ook in zakken. Maar je dank je. Dat was het toe in ons programma. Awe, dat was het Aki Corsou. Helmi Smulders, dat was het ons invitado. Thank you.